Den Haag, Loosduinen, Leiweg. In de schaduw van de hoge flats staan de verouderde warenhuizen van de tuinder Job Stijn. Op zijn knieën drukt hij de jonge slaapplantjes in de aarde. Zijn jongste zoon Huip komt er met tegenzin bij staan. Helpen? Als je niet te moe bent. Was het op school? Gewoon. Is Riaal terug? Wat terug? Is ze dan weg geweest? Ja, doe nou niet of je van niets weet. Ze is toch in Enschede in de verpleging gegaan. Vraag maar aan je moeder. Ik heb geen bemoeienis met de buren. Ik ben benieuwd hoe ze eruit zal zien in de uniform. Die zou ik maar op mijn hoofd zetten. Van Bree heb het niet op jou. En ik heb het niet op Van Bree, dus zodoende. Maar ik heb het wel op Ria, vader, en Ria op mij. Dus zodoende. Zeg, hoe oud ben jij, snotneus? Bijna 21. Dan zeg je wat. Bijna. Nee, met zijn vader kan Huip het niet al te best vinden. Maar des te beter met zijn zusje, met Bea. Jij juist werk al af? Zorg, al dat gezeimel over spint en aaltjes en knolvoet en klemhart. Wie dan? Nou, zul jij niet weten. Ik heb mijn rijbewijs in 1 keer gehaald. Kunst, de halve wereld heeft een rijbewijs. Vader kan me nog meer vertellen. Ze krijgen me niet op de tuin. Chauffeur is geen vak. Laat de chauffeurs het maar niet horen. Leuk vooruitzicht voor Ria. Die halve leven onbestorven weduwe. Nou, en zeelui dan en vliegers? Ik zou ze niet moeten. Tenminste niet om mee te trouwen. Oh, trouwen? Dat zien we dan wel weer. De oude Stijn heeft, zoals zoveel tuinders, 2 grote zorgen. De jeugd, die wat anders wil, en de dreiging van de zich steeds uitbreidende stad. Hierover lucht hij zijn hart bij een ingenieur van de ruimtelijke ordening. Er is eindelijk een definitieve beslissing gevallen. De helft van de streek blijft tuingebied. Welke helft? Deze. Voor hoe lang? Voorlopig 30 jaar. 30 jaar? Dat is toch groot nieuws, hè, vader? Daar mogen we God wel voor danken. Ja. Dan is het nou toch de moeite waard het bedrijf een beetje te moderniseren. U heeft 3 flinke zoons. Ja, ja. Maar Kees gaat hiernaast trouwen met de dochter van Dijkshoorn. Die exporteur in Delft. Hij zit dan allemaal met zijn voeten op het haardkleedje. En Huip, mijn jongste, wil chauffeur worden. Hij zit achter de enige dochter van Brejan. Alleen Bert, mijn oudste. Dat is een geboortetuinder. Maar die heeft het hoog in zijn kop. Die zou het liefst de computer aanschaffen. De spinaziezaadjes te tellen. Maar ik hoor enthousiaste verhalen over Bert. Hij moet maar doen wat hij niet laten kan. Ik kan het toch niet meer tegenhouden. En 's avonds aan tafel, als het hele gezin verenigd is, zegt Kees plotseling... Als ik u was, zou ik er toch eens een keertje over denken. Waarom? Enkel sla, komkommers en tomaten. Meer verdiensten, minder werk. Nou, luisteren, Julius. Ik heb altijd mijn gein gegooid op de variatie. Met de seizoenen en de vraag mee. Ja, maar dan zou je ook eens variatie kunnen zoeken op ander gebied. En ze weken er tussenuit met moeder. Dat goede mensen het ook maar dag in dag uit tegen een plat glas raam aan te kijken. Nou, wacht maar. Dat ik op zo'n 10 ton van verspons rij. Plaatsen. En dan gaan we naar Hamburg, dan gaan we naar de reeperbaan. Als jij voor verspronsen gaat rijden, dan rij jij mijn deur voorbij. Versta je dat? En als jij toch ho houdt, dan zal jij mijn deur gesloten vinden. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En als Huip voor de zoveelste keer bij Van Spronsen komt zeuren om werk, dan is het raak. Ik wil geen verdonder met je vader. Het is geen sympathie van me, maar baas is baas. Oh, dit is al lang met de minoëren. Mijn broer Bert is vandaag in dienst gekomen. Dan ben ik op de tuin niet meer nodig. Niet zo hard van stapel eerst dit akkefietje en dan zien we verder. En 1 dag later is Huip als bijrijder op weg naar Kopenhagen.
Wat heeft de dokter gezegd? Niks bijzonders. Kalle man. Beetje rheumatiek. Tuindersknietje. Niks bijzonders, alleen... Ja? Ik heb mijn tijd gehad. Waarom heb je niet een beetje vertrouwen in mijn vader? Ik heb wel vertrouwen in jou. Maar daar heb ik geen vertrouwen in. In die vogelkooien. Daar ginds, achter de tuinen. Die steeds maar dichterbij komen als een stoomwals. Een stoomwals over de beste grond van de wereld. Mijn grond. Mijn zweet. Mijn leven. En zo zit Job Stijn voor het eerst van zijn leven tegenover de directeur van de bank. Niet om te brengen, maar om te lenen. Taxatie, Robert. Ja, 1,5 hectare grond, onbelast. 4000 ramen platglas, 2000 ramen warenhuis en 2 kolenketeltjes. Ketels! Oh, ketels dan. Ja, dat was destijds een hele stap, maar tegenwoordig... Als ik van de dokter niet kalmer aan moet, zat ik nou niet hier. Toch doe je er verstandig aan, man. Je wil dus 6000 meter Venlo opzetten. Hm? Een ketelhuis, installatie, olietanks. Ik heb de bank geadviseerd om jullie 1,5 ton te lenen. Of je een emmer leeggooit. Ja. Je zou natuurlijk de boel ook aan Bert kunnen verkopen. Dan zou je andere kinderen moeten uitkopen. Van de rente van de rest leven. Wil je dat liever? Ik weet niet meer wat ik wil. Ik wil tot mijn dood tuinder blijven op mijn eigen tuin. Weet je wat jij bent? Een grote egoïst. Die alleen maar aan zijn eigen denkt. Medelijden met je eigen. Mokken over de moderne tijd. En over de jeugd die wat anders wil dan jij. En een prima tuinder als je zoon hier de weg versperren naar een toekomst die je voort wil bouwen op wat jij bent begonnen. Man, dank toch God dat je een zoon hebt die je opvolgt. Hoeveel mensen zijn er niet die hun leven lang geploeterd hebben voor niks? Omdat ze geen zoon hebben. Zoals Dirk van Bree. Wat moet ik tekenen? Hier. Ik heb zelf een punt. Gehouden. Toen ik 25 jaar tuinder was, is niet zo makkelijk. Dat moet je niet denken. Maar de hout was zijn vak. Samen doorvaren. Hoor je? Samen. Travemünde rijdt de 20-tonner vol Westlandse groenten de boot op
op weg naar Kopenhagen. Huip heeft haast, want achter de toonbank van het belastingvrije winkeltje aan boord heeft hij Martjen ontdekt. En nu hij van zijn jeugdvriendinnetje Ria volkomen vervreemd is, denkt hij dag en nacht alleen maar aan dit blonde, tere meisje op de boot naar Denemarken. Wie waren ze in Frankfurt? Wie waren ze in Berlijn? Wie waren ze in München? Ik wil liever hier, bij dich. Bij dir. Waar bij dir dan, sir? Du sprichst ganz gut Deutsch. Ja, du musst mich mal ein bisschen lehren. Komm schon mit der Zeit. Sag, Mantje, bist du eigentlich verloren? Nein. Ich meine, du siehst doch allerlei Männer auf die Boot. Ja, das schon, aber keiner gefällt mir. Keiner? Sag mal, was willst du? Was fällt dir denn ein? Nichts. Ja, ich... Ich dachte nur, nächste Woche muss ich in Kopenhagen sein. Und ich muss da 3 Tage bleiben. Warte auf eine Fracht von Freitagabend bis Montag. Und ich dachte nur, wenn sie sich freimachen konnst. 3 Tage. Und Kopenhagen ist schön. Sag mal, bist du wahnsinnig? Ja, auf dich. Ich denke nicht dran. En dus, Kopenhagen, 3 dagen. Haben Sie Zimmer frei? Ja, einzeln oder doppelt? 2 Einzelzimmer, bitte. 2 Einzelzimmer, ja, das ist in Ordnung. Darf ich Sie bitten, dies hier auszufüllen? Danke. Bitte. Und auch Sie. Bitte. Für wie lange? 1 Nacht oder? 3. 3 Nächte, ja. Einde van de eerste dag. En
plotseling staan Martjen Kaufman uit Wildeshausen en Huib Stijn uit Loosduinen hand in hand in de heldere Frieslucht tegenover het paleis van de koning. Het is 12:00. Is de koning thuis? Ja, de koning is thuis. Alleen om Huib en Martje plezier te doen, lijkt het wel. Aflossing van de wacht. Berenmutsen, glimmende sabels, paradepas, vaandels, paarden. Oh, het lijkt wel of dit allemaal gebeurt ter ere van dat jonge paardje dat zo geweldig verliefd is en zo bijna onverdraaglijk gelukkig. Tweede dag. Van de laatste dag. De bruiloft van Kees, de broer van Huib, met de dochter van de Delftse exporteur Dijkshoorn. Een plechtig ogenblik en daar hoort een klein woordje bij. Maal, kind, jij bent onze enige dochter. Nou, maar wat voor een! Het is voor ouders altijd een hard gelach als de kinderen het huis gaan verlaten en het hier een beetje stiller wordt. Jullie hebben je geluk verdiend. Allebei. En in jullie geluk vinden moeder en ik het ons. Hoor, hè? En mensen, Stijn, Ombre, kinderen, tussen Den Haag en Rotterdam, tussen de ambtenaren en tussen de havens, daar ligt dat oude, deftige Delft aan de rand van het Westland. En als ik dan het glas op heb, om te drinken op de gelukkige toekomst van het jonge paar, dan doe ik dat tegelijkertijd op de toekomst van het land dat gekneld tussen twee steden zal blijven groeien en bloeien. Op de taaie, onverwoestbare werklust
van de jonge bewoners van de glazen stad. Een week later. De keuken bij Job Stijn. Avond, regen. Heb jij nog wat gehoord van Kees en Ali? Ja, ze zou vanavond terugwezen. Ja, huwelijksreis van een week, dat is ook niks. Oké, hey. Dan wij. Huwelijksreis van één dag. Amsterdam. Ja. Ambulanceplein. Suisse. Jongen. Ik heb er toen geen snars van verstaan, van al dat Frans. Nou, ik niet. Maar van dat meisje van de zangvereniging. Ah. Dat weet ik nog. Nou, hoe was het? Dat twee ouder wordende mensen, met hun zorgen en hun verdrietjes, maar ook met de perfecte harmonie van een jarenlang samengaan. Het wordt stiller om ze heen. Kees getrouwd, Bert van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in de tuin, Bea verloofd met een student, en Huip. Vader. Moeder, ik heb iets belangrijks te vertellen. Ik wou gaan trouwen. Zo. En? Het is een Duits meisje. Matje heet ze. Matje Kaufman. Wat je verhaalt is lekker. En er in Holland geen fatsoenlijke meisjes meer. Hoe kan je dat zeggen, vader? Ik heb hier een meisje gehad, hier naast de deur. Dat mocht immers niet. Waarom niet? Van wie niet? Van mij niet? Van Breed niet? Nooit. Was je op de tuin gebleven? Is er niks aan de hand geweest? Ik ben niet op de tuin gebleven omdat ik liever een goede chauffeur ben dan een slechte tuinder. Maar wat heb je tegen Matje? Je kent haar helemaal niet. Nee, maar ik ken de Duitsers. Ik heb ze eerst in Londen op Okkenburg. Ik heb ze hier over. Fietsjatten. Razzia's houden. In mijn huis geen moffel meer. Of een malek. Zeg, jij kan me nog meer vertellen. Ik hou van die meid en ik trouw met hem. Ik heb al met de vader gesproken en het trouwdom staat vast. Oh ja? Ja. Hebben wij daarin niks meer te vertellen? Nee, stil eens even. Huip, de trouwdatum staat al vast. Kijk me eens aan. Kijk je moeder eens aan. Waarom heb jij zo'n haast, Huip? Omdat... Moedermeisje is in verwachting. Maar je mag niet denken dat ik daarin met haar trouw. Begrijpen jullie het alsjeblieft? Ik moet niet. Ik wil. Wanneer verwachten jullie dat kindje? Pinksteren. Pinksteren. Zal die Pinksterdagen in 40 nooit vergeten. De moeder stond op. De lucht, de blauwe lucht, vliegtuigen. Wat heeft dat er nou in godsnaam mee te maken? Laat de naam van God erbuiten! Ga mijn huis uit. En vlug weg. Voor ik me je vergrijp. Rio, Rio. Ga weg. Dit is de tweede keer dat ik mijn deur voor je sluit. En de laatste keer. Bij het kleine kerkje in Loosduinen staat een rij auto's en fietsen. Binnen zingt de gemeente eendrachtig. Job Stijn is na een ziekbed van maanden
voor het eerst weer buiten. Morgen trouwt Huip. Job zal er niet bij zijn. En ook Huip jeugdvriendinnetje Ria zal er niet bij zijn. Het is zo gemeen. Kom. Ik was zo jaloers. En ik hield van hem. Je bedoelt Huip? Ja. Idioot. Wie anders? Je zegt het niet tegen mij. Morgen. Ik bederf ze feest niet, hè? Von Jau. Und ich werde auch deine Geschwister lieben und deine Eltern. Ich weiß, dass du es willst, aber... Ich habe keine Angst, Holp. Wenn man sich liebt, gelingt alles. Geben Sie mir 5 Kilo Kartoffeln, bitte. Geben Sie mir 5 Kilo Erdäpfels, bitte. Zeigen Sie mir einmal Ihre Küche. Tonto mai ins Ükeuten. Mein Mann kommt erst heute Abend spät nach Hause. Mein Mann kommt passeden Abend lat nach Hause. Mein Schwiegervater züchtet Zwiebeln, Gurken, Salat und Karotten. Mein Schonvater. Entschuldige, ich fühle mich nicht wohl. Dus jij bent de vrouw van Huip? Zou je goed voor hem zijn? Het is nog zo'n jongen. Dag, schoonmoeder. Ik möchte zo gern spreken met... Ik möchte zo gern dat de schwiegervater het versteht. Holp liebt zijn eltern zo zeer. Man zal toch niet trotsig zijn. Daar is de tijd nog niet rijp voor. Jammer genoeg niet. Is ze er over de vloer geweest? Nou en? Mag ze? Is ze jouw gevangene soms? We leven niet meer in de 19e eeuw, vader, toen alles voor iedereen verborgen werd. Toen iedereen huichelde en de kat in het donker kneep. Er mag dan een hoop veranderd wezen. Misschien zijn jullie vandaag de dag eerlijker en makkelijker van opvatting, maar aan Gods geboden valt niet te tornen. Wat slecht was, is nog slecht. En wat goed was, is nog goed. Als je moeder in staat is om Huip te vergeven en dat meisje te aanvaarden, dan zal ik de laatste zijn om op dat te verdienen. Maar vraag het niet van mij, want ik kan het niet. Heb jij het niet gemakkelijk, vader? We zijn niet op de wereld om het makkelijk te hebben. Als het kind er eenmaal is, hè, dan ben je niet meer alleen. Een maatje. Was ist denn das? Was ist das? Ich habe solche Angst. Angst wofür? Ich fühle mich den ganzen Tag krank. Heute habe ich mich mindestens 6 Mal übergeben. Oh, dann müssen wir den Doktor lassen kommen. Das ist nicht normal. Ich habe solche Angst, dass das Kind zu früh... Ach, klitz nicht. Je bent doch gesund. Je bent nooit ziek geweest. Na, en als... Het zou natuurlijk een grote teleurstelling zijn.
Maar wij houden toch van elkaar. Daar gaat het toch om. En het leven is nog zo lang en zo heerlijk. Hè? Wenn du da bist. Waar lijkt dat Wildhausen? Of hoe heet het? Oh, ver weg. Bij Bremen. Zij had... Bremen. Wat fijn als ze maar goed met elkaar overweg kennen. Hoe laat gaan ze? Tegen de middag. Had dat nou nodig geweest? Huip is toch altijd onderweg? Dat kind kan toch niet de hele dag alleen wezen? Zeker niet in haar toestand. Ik weet dat ik ongelijk heb, Lentje. Ik weet dat ik ondankbaar ben, maar het is zo moeilijk. Zal ik je 1 Korinthe 13 nog eens zeggen? De liefde is langmoedig. Ze is goede tier. Liefde is niet afgunstig. Ze handelt niet lichtvaardig. Ze is niet opgeblazen. Ze handelt niet ongeschikkelijk. Ze zoekt zichzelf niet. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet in de ongerechtigheid. Maar ze verblijdt zich in de waarheid. Ze bedekt alle dingen. Ze gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. Alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer. Zal ik morgenochtend even bij ze langs gaan? Vraag of ze gedacht om zich. Het is goed. Eraf breken. Aspirintje in het water. Blijven 14 dagen goed. En nou nog even... Volgende keer, vader. Het is niet voor het laatst dat Masje er is. Nee, dat geven God. Wij hebben heel wat in te halen. Hoe zeggen ze dat bij jullie? Auf Wiedersehen. Goede reizen. Stuur eens een kaartje. Dank voor alles, vader. God zegene euch. Ich komme bald wieder. Martje terug naar de ouders in Wildeshausen. Huip in zijn Scania op de autobahn. Als we even doortrappen, dan kunnen we nog voor vannacht in Wildeshausen zijn. Hoe wil je dat doen? Van hier naar Hamburg, pakweg 150. Hamburg, Bremen 122, Wildeshausen nog een klein uur. Nou, dat is hooguit 5 uur rijden. Ja, met de SL of een Alfa. Ik heb een keer in een slip gezeten met 20 ton achter me aan, op een rotpad. Je wordt van mij bedankt. We blijven in Hamburg en morgenochtend gaan we door. Ja, ja, jij lekker in de armen van je friedeltje. En ik in mijn eentje in mijn knijpertje met bedankt.
Als jij zo de papiertroep doet, dan ga ik even bellen. Nee, is er niks los, dan blijven we in Hamburg. En anders trappen we door tot Wildershausen. Had dan op de boot gebeld, man. Dat had ik best gewild. Ik zit nou goed in mijn knijpend. In Wildershausen belt de telefoon. Maar niemand antwoordt. Het huis is leeg. Het bed is niet opgemaakt. De ramen zijn blind. Een paar uur later belt de telefoon in het kantoor van Dijkshoorn. Diezelfde avond komt Dijkshoorn onverwacht. Nee, kijk nou eens. Hoe later op de avond zeggen ze wel eens. Hé, je brengt kou mee, man. Je ziet eruit of je je lol wel op kan. Moeilijkheden? De waarheid te zeggen, ja. Het leek me het verstandigste om het jullie maar meteen te komen vertellen. Als Dijkshoorn de moeilijke taak heeft volbracht Huibs ouders en zusje de dood van Martjen mee te delen, is het Bea die in haar verdriet in opstand komt tegen wat zij ziet als de huichelachtigheid van de vader. Het was mijn schoonzusje, ik hield van haar. Niemand weet hoe lief ze was. Hoe bereid ze was alles, maar dan ook alles voor haar te doen. Ze was zo blij en goed. Oh, Martje. De Heere heeft gegeven. De Heere heb genomen. De naam des Heeren zij gezegend. Zeg dat niet, dat kan ik niet verdragen. We hebben haar ontvangen als een vreemde. Maanden is alleen geweest. Ze heeft alles alleen moeten verwerken. Vijandige mensen, vreemde taal, Huip altijd weg. Stel je dat eens voor. Stel je dat eens echt goed voor, van dag tot dag, van uur tot uur. En alleen als Huip 1 of 2 dagen thuis komt, had ze iets om zich op te verheugen. En pas op het allerlaatst, toen ze murf was en kapot. En toen ze eindelijk terug mocht naar de mensen die er wel van hielden en die er wel verstonden. Toen hebben we eindelijk gezegd, dag Martje, we zullen proberen van je te houden. En nu is het dood. Nou, ze heet de naam des Heeren zijn gezegend. Dat kan ik niet verdragen. Dat kan ik niet verdragen omdat het vals is. Omdat we op onze knieën om vergeving moeten smeken. Omdat we zo verschrikkelijk kil zijn en egoïstisch en hard. Dat kun je niet verdoezelen met een bijbeltekst. Job Stijn blijft alleen. Nog nooit in zijn leven is Job Stijn zo alleen geweest. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of mijn schadelijke weg zijn. En leid mij op de eeuwige weg. Thank you.
hij. Ja, ik zorg voor het kind. Ga je me nou alsjeblieft niet vertellen hoe geweldig het is en heldhaftig en zelfopofferend, want het is helemaal geen offer, anders deed ik het niet. We zijn een gezin. En het is lang geleden dat we hier met z'n allen om de tafel hebben gezeten. Er is alle reden om dankbaar te zijn dat dat weer kan. En dat we in moeilijke tijden met elkaar besluiten kunnen wat de beste oplossing is. Als Bea zegt dat ze dat doen wilde, moet ze dat doen. Ik weet ook niet altijd precies wat er in jullie omgaat, kinderen, maar wij zijn jullie ouders. En ik geloof dat het beter is om ja te zeggen. Ook al begrijp je misschien niet alles. Dat is vertrouwen. En vertrouwen is toch het grootste bewijs van liefde. Amen. Een jaar later. Buurman Van Bree heeft de zorg voor zijn tuin overgedragen aan Bert. Ik heb een zwak voor je. Ik vind jou een goede tuinder. Net die dosis ouderwetse degelijkheid, de moderne zakelijkheid die ik mij voorgesteld had van een opvolger. Als ik dus zeg, hoe noemen ze dat, take it or leave it, dan doe ik dat om de tuin te redden. Bert heeft trouwplannen met Leida, de dochter van Staalduinen, een van de grootste tuinders van Naaldwijk. Ze bouwen een huis. Als de voordeurs glas dicht zijn, kunnen we in het voorjaar trouwen. Ja, gelijk bij het feest van vader en moeder. 30 jaar. Wie zou het geloven? Groot feest, moeder. Dat wordt een groot feest. Nee, Beer. Laten we het onder ons houden, echt. Wij zijn geen mensen voor zo'n rompslomp. Toen de dwergjes thuis kwamen en Sneeuwwitje zagen, dansten ze van plezier in het rond. Ja. En Westlands mannenkoor repeteert. Dus. 3, 4. Westlands mannenkoor moet er nog zo uitkomen. Tweede couplet, over. 3, 4. De Van Brees, vader, moeder en Ria nemen afscheid van de Leiweg. Ik drink op de dapperen die volhouden. Ik drink op de laatste der Mohikanen die de bulldozer achter in hun tuin zien staan. Ik drink op de jonge mensen die daar ginds bij de kerkentuinen helemaal opnieuw beginnen. Als ik eraan denk, al die afscheidvisites die we nog moeten maken. Ria, morgen moeten we naar dominee de Vries. Denk je eraan? Morgen kan ik niet. Ik heb een afspraak. Zo? Ja, ik weet wel dat het me niet aangaat, maar... Met Huib Stijn. Dat was eigenlijk puur toeval. Ik bedoel, ik had eerst niet eens in de gaten dat jij het was. Dat schrok me een ongeluk. Nou, we hadden toch geen ruzie? Was dat wel waar?
ruzie kan je bijleggen. Kunnen we even uitstappen? Oké. Okay. Bert is door de staalduin nog gestrikt voor het mannenkoor. Je lacht hier wat. Zinkt is een krolse kat. Niet aardig. Wanneer is dat feest? Van mijn ouders. Over een maand. Ik zie daar Bart tegenop, Leen. Ja, anders ik wel. Hoe mensen eigen verheugen kan op zo'n romslomp. Ja, ze houden zeker van ons. Ja. Zeg, hoor je dat? Kom je nou nog van een vijf terug? Nachtbrakers. Dat hebben onze jongens nog nooit gedaan. Nee, zelfs Huip niet. Zelfs Huip niet, nee. Zwarte schaap. Zwarte lievelingsschaap. Oh. Mijn mens zou toch eigenlijk de politie moeten bellen? Dat is toch burengerucht? Hoe heet dat? Huisvredebreuk? Zo. Ze komen hier op aan. Hè? Huh? Ze komen hier op aan. Dat zal toch niet doen. Zeg, Job. Ach, nee. Dat zou toch niet? Ach, stel je voor. Een fanfare voor. Nou. Leen, kom eens uit. Kom eens hier, het is voor ons. Kijk, daar is mijn streepjesbroek. Leen, waar is mijn streepjesbroek? Kom bij dat raam vandaan, moet je kou vatten. Ja, sla dat maar op. Zo, ja. Zo. Ja. Vruchtbare streek tussen twee grote steden, hier vereend om u te zeggen dat het goed was. Dat het goed was u in ons midden te hebben. Mogen de zegen van de Heer u op uw verdere levensweg vergezellen. Een klein stoffelijk bewijs van ons aller genegenheid zij u bij deze aangeboden. Ik heb in maanden niet gespeeld. Dat oude harmonium was zo lekker als een mandje. Weer wat om opnieuw te beginnen. Dat hebben mensen nodig. Vooral voor ons ouderen is het hard om te zien hoe van vruchtbare grond
bouwgrond wordt gemaakt. Hoe de glazen stad moet verdwijnen voor de stenen stad. Maar als je dan ziet hoe moderne machines van onvruchtbare grond weer nieuwe tuingrond maken. Ja, dat moet je geloven in een toekomst die de jouwe niet meer is. Maar die plaats biedt aan een jong geslacht dat er weet je weet. Een nieuwe generatie die in staat en bereid is ons werk voor te zetten. Daar waar 's Heere wijsheid haar leidt.